Dit was vroeger het is eigenlijk nog steeds een wielerbaan. Dus de asfaltweg lag er. Hier stond allemaal, dit was allemaal bebossing. Dus, een paar hectare bos is er gekapt. Er zijn het huis van de familie Vlodder is hier gebouwd. Van binnen en van buiten. Dus de draaien van binnen en van buiten. En het moest gebouwd worden omdat het de lucht in moet gaan. Daarnaast is het huis van de buren, daarnaast de buren van de Vlodders. Ja. We hebben hier aan de overkant twee gevels gebouwd. Een stoep aangelegd, lantaarnpalen. Is dat nou een Amerikaanse manier van filmen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, ze bouwen daar natuurlijk ook een hoop. En werken veel op een soort studio manier. En kijk, we hadden het gewoon nodig. We konden niet, we vonden niet wat we nodig hadden voor de film. Dus we hebben dit gewoon gebouwd. Wilt u de wielerbaan een keer bezoeken? Dat kan. Het adres is Zijkanaalzeeweg 8A in Sparendam. Er is daarnaast een grote parkeerplaats, dus bereik is heel erg makkelijk. Let op, alleen de asfaltweg ligt er nog. Hier zien we de voorbereidingen van de scène met de Jaguar die in het zwembad terechtkomt. Ook dit is bij de wielerbaan opgenomen. Alleen in de eerste film is gebruik gemaakt van Sparrenwoude, daarna was het Almere. Let op wat er nu gaat gebeuren. Ja, een bekende scène uit de film. Dit is trouwens het zwembad van de Jaguar, maar dat is tevens hetzelfde zwembad als die van de familie Vlodder.